Maar ik heb, vind ik persoonlijk, het allerbeste speculaaskruidenrecept. Het is bijna zover. Sinterklaas komt weer naar Nederland aanstaande zaterdag. En speciaal daarvoor ga ik de komende 3 zaterdagen een speciaal Sinterklaasrecept maken. Zoals speculaaspoppen, taai-taai-poppen, marsepein en suikerbeesten. Aankomende zaterdag komt de video van de speculaaspoppen online. En daar heb je natuurlijk speculaaskruiden voor nodig. Die kun je kant-en-klaar uit de supermarkt kopen. Maar ik heb, vind ik persoonlijk, het allerbeste speculaaskruidenrecept. Je hebt nodig voor dit recept 20 gram kaneel, 5 gram venkelzaad, 5 gram nootmuskaat, 5 gram kruidnagel, 5 gram kardemom, 3,5 gram witte peper, 2,5 gram gember, 2,5 gram korianderzaad, 2,5 gram foelie en 2,5 gram steranijs. En dit recept vind je natuurlijk ook in de beschrijving terug als je het even terug wil lezen. Deze kruiden meng je door elkaar en dan laat je dus een dagje staan voor de smaak. En dan heb je je eigen speculaaskruiden. Deze speculaaskruidenmix is super lekker, maar hij is wel wat pittiger dan de mix uit de supermarkt. Dus hou hier rekening mee in een recept. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog en abonneer je vooral op mijn kanaal voor nog meer video's. En natuurlijk om de Sinterklaas specials niet te missen.